aantal jaar geleden bedacht de gemeente Amsterdam en een aantal initiatieven dat het goed zou zijn om een programma te ontwikkelen waarbij mensen in de bijstand makkelijker konden gaan ondernemen. Toen ik hier binnenkwam was ik niet zo goed met het naaien, maar nu gaat het steeds beter. En ik leer elke keer wat meer. Ik heb uiteindelijk wel geluk gehad omdat ik zelf best wel nieuwsgierig ben. Heb ik een plek gevonden bij productiehuizen. Ze hebben mij eigenlijk verder ontwikkeld. Waardoor ik dus eigenlijk ook even heel goed kon denken en kijken van wil ik wel ondernemen en past het wel bij me? Of is het misschien alleen een droom wat gewoon een droom moet blijven? De mensen die hun weg wel vinden, die hebben ons niet nodig. En toen kwamen andere vrouwen naar me toe en die begonnen van oh, we zien dat jij bewonersinitiatieven aan het indienen bent. Hoe doe je dat? Van je kan naar een buurthuis gaan. Ga een formulier halen, ga inschrijven. En ik begon met 5 personen en uiteindelijk stond ik met 50 vrouwen. Dus ik merkte dat er gewoon behoefte was in de buurt dat mensen inderdaad wilden participeren. Maar ze hadden hetzelfde probleem wat ik had, van er was geen begeleiding daarin. Het Maaksnetwerk is een programma die we hebben kunnen draaien dankzij Meedoen Werkt. Na 2 jaar zijn wij heel blij dat we een aantal collectieven hebben kunnen ontwikkelen. Waar deelnemers vanuit het WPI aan deel kunnen nemen. Iedereen met een goed idee op het gebied van kunst, cultuur, milieu, duurzaamheid, eten, die kunnen hier terecht. Er zijn allerlei initiatieven in de buurt waar je voorzichtig zo'n opstapje zou kunnen gaan maken. Die werken nu samen met WPI, zodat meer mensen kunnen gaan ondernemen. Wat wij willen zijn is een regelluwe zone. Een experimenteerplek, een vrije ruimte. Wat me aanspreekt aan de wens of het doel van een ondernemend participeren is dat er ook gezocht wordt naar een soort experimenteerruimte binnen de regelgeving. Ik denk dat we elkaar daar vinden. Deze deelnemers die doen zowel individueel hebben ze begeleiding van een coach. En die coach is heel erg gericht op het vak, hè, op het koken of op de catering of op het naaien of op de ontwikkeling van design. En daarnaast werken ze samen in de groep aan producten. En die producten die worden ook daadwerkelijk verkocht en op de markt gezet. Met Little Boomerang willen wij een antwoord zijn op de fast fashion. Wij willen laten zien dat je van afval weer op hoog niveau nieuwe producten kan maken. Eigenlijk afval is onze grondstof. En daarnaast vind ik het heel belangrijk om sociaal en lokaal te produceren, om ook de eerlijkheid van een nieuw kledingstuk weer te laten zien. En zodoende kwamen we eigenlijk bij de gemeente, omdat er heel veel mensen in de bijstand of in de WW zitten die hele goede naaikwaliteit hebben en talenten. Dus daarin hebben we echt de hulp van de gemeente nog, dat zij ons daarmee helpen om ons te koppelen aan die mensen. Er was al een regeling, maar deze regeling biedt meer mensen de gelegenheid. Omdat het traject wat trager gaat, omdat ze in hun eigen wijk kunnen beginnen. Mensen die hier aan mee willen doen, kunnen of bij een bewonersinitiatief in de buurt terecht, of bij de klantmanager van WPI. De mensen die hier komen, die kennen ons en die vertrouwen ons, omdat wij hier dag in dag uit zijn voor hen. Ik denk dat er namelijk nog heel veel meer talent in de wijk is, waar wij geen zicht op hebben. En ik denk dat we daarvoor bij het WPI in ieder geval wat kunnen halen. Heel veel bedrijven, die hebben ook hele goede ideeën, ze zijn hele goede dingen bezig, maar ze kunnen geen mensen vinden. En doordat ik dus, dat kom ik eigenlijk weer terug bij dat samen zijn, dat omdat die groepen vrouwen samen bij elkaar komen, hoor ik wel eens iemand die zei, vroeger wilde ik altijd, ging ik altijd koekjes bakken. Of anders zei, oh, vroeger ging ik altijd, weet ik, achter de bar. En omdat ik nu zelf eigenlijk contacten heb weten te leggen met bepaalde bedrijven, koppel ik ze daar weer aan. Loop ik naar binnen met zo'n vrouw en zeg ik, oh, ik weet dat ze hier een traject volgen. Ja, ik geloof gewoon in ervaringskundigheid. En ik wil daar uiteindelijk dus ook gewoon echt mijn verdiensten uit kunnen halen. Maar ik heb wel daar de gemeente voor bij nodig. Ik denk dat daar heel veel winst te behalen valt om de jonge ondernemers en hun ondernemende geest binnen de gemeente brengen. En dat de gemeente veel meer de oude manier van denken kan loslaten. En dan krijg je denk ik ook voor de lange termijn beter resultaat.